Jij bent mijn favoriete nieuwslezer. Kijk! We zijn op weg naar het huis van Bram. Lange Bram, want die heeft een probleempje. Oh, we moeten hier links trouwens. Sorry, Van. Hey, Kai! Hallo? Ja. Dag, poepie. Nou, gevonden. Echt waar? Ja, hij is wel dood, maar... Ah. Nee, grapje. Dag, mensen. Hey, Martijn. Ja, jaren geleden. Ja, wie dan? Ja. Mag ik jullie helpen? Ook werken bij Radio 2. Ja, hard werk hoor. Wat is het? Pom, broodje pom. Surinaams. Mm. Doe maar een linkje hieronder, van hun, dus van dat boek. Oké. Okay. Van dit boek. Avocado, banali en lapinella. Kom kijken. Leuk. Leuk, Gijs. Ben je nou per ongeluk aan het vloggen? Ja, ik denk die jongens van... Jij wilde een foto maken, Joost, maar dat lukte gewoon niet. Nee, het lukte niet. Dit is Lavinia Meijer, bekende harpiste. We hadden net een beetje een gek momentje, hè? Ja, want ik dacht van, hey, hallo! Wat, ja, jij bent mijn favoriete nieuwslezer. Kijk, ja. Dat wil ik nog even vastleggen. Even kwijt, ja. Ja. Helemaal. Maak er meteen nog even reclame voor de voorstelling, samen met Abdelkader. Wij brengen een hele mooie voorstelling, brief aan mijn dochter. Daar gaan we het hele land mee door. Het is heel persoonlijk, onze beide verhalen. Kom kijken, Bos Producties. Als je wil weten waar ze spelen wanneer, dan staat het onder deze video. Ik zei gisteren tegen Nathan, producer van de show, hallo. Hij ging gisteren naar het Televizier Gala. En toen zei ik, morgen is het vrijdag de 13e, maar let op. Vrijdag de 13e begint om 12 uur. En toen gebeurde er dit. Ik loop met Arjen Lubach en Martine. En Eve, mijn vriendinnetje, lopen wij met z'n vieren bij de ring vandaan naar buiten. En Martine die loopt zulke hoge hakken. Er mist een tegel en ze valt heel hard op de grond. En ze breekt haar enkel. Dat is echt waar. Arjen met de ring om zijn vinger, wij allebei apenpakkie, Eva en Martine allebei in een heftige. In een jurk zitten wij op de intensive care. Martine, als je dit ziet. Oh. Het is dus allemaal de schuld van Annemieke. Oh. Nee. Wow, dit jij hebt het gejinxed. Jij hebt het gejinxed. Ja. Wat echt succes met deze verschrikkelijke, irritante en pijnlijke blessure. Zeg het. Ik vond een beetje gek gisteren met Anne Faber. Weet je, we zijn hier serieus bezig en dan zie je mijn vlog en dan zit ik allemaal een beetje zo te yolo'en. Ja, nou, het leven gaat toch ook door? Ja, dat is wel waar. Maar jij hebt even op de redactie gekeken gisteren, hè? Ja. Jij kunt bevestigen dat we eigenlijk het grootste deel bloedserieus zijn. Zeker. En dat is ook echt zo. Daarom wilde ik ook een keer zo'n snuffelstage. Je hebt goed gedaan, hoor. Ja? Ja, 8. Oh. Nou. Zijn er wel verbeterpuntjes? Maar ja, uiteraard. Over, ja. Die zijn er altijd. Henk Jan? Ja. Vind jij Lieselot ook zo leuk? Ja. Ja? Ja. Ik ken Lieselot al heel lang. Oh? Ja. Is een exje van je? Een exje als in liefde? Ja? Nee. Of alleen lust? Kan ook. Nee, ook niet. Nee, puur platonisch. Puur, maar waarvan puur, dan? Nou, van 2000. Wat was het? 2. Toen ik bij de VARA af en toe bij Rob Stenders, ochtends, iedere maandag ging ik dan napraten over idols. En deed Lieselot af en toe het nieuws. Maar kun jij breakdansen? Ik kan... Headspinnen. Nou, dat niet. Ik kan wel deze. Dat ja? Ja, zo. Wat, maar ben ik even een lijve slag? Wat doet ze? Het is een soort oefening voor 60-plussers, zo ziet het eruit. Nederland in beweging. Dat is... Nee, Martijn, nu moet je eerlijk zijn. Ik sta gewoon op... Hallo. Hey. Hallo, alsjeblieft. Wat is dit, Joris? Wat zijn cadeautjes? Al van mijn verjaardag nog. Nou, kijk, die twee, zeg maar, wat hetzelfde zijn, die moet als allerlaatst. Die. Deze? Ja. Goeie foto. Ja, ik hoorde dat je dat wilde. Mooie foto, hoor. Ja. Nu lijkt het niet eens op, man. Ja, een stempel. Alsjeblieft. Wat is het? Een vogelhuisje. Toen net zaten we in de auto en toen zei mijn moeder, ja, ik heb nog een cadeautje van Martijn. Ik heb een vogelhuisje gekocht. En ik zou mijn moeder echt aan te kijken. Zegt mijn moeder, je weet dat Martijn echt als dood is voor vogels. En ja, we hebben heel erg gelachen.